Door een schorsing van Jerry Simon speelt Bart Laterweerhu bij Vitesse rechts voorin. Op het middenveld debuteren de Kroaat Ante Miese en Chris van der Weer, de afkomsten van NEC. In de opstelling speelt nu Martin Lamers links achterin. En ondanks alle pogingen om Vitesse te verlaten, is bij de aftrap van de competitie de centrumspits nog steeds Hans Gilhuis. Bij PSV wordt Marciano Vink geplaagd door een ontstoken achillespees. Dat kan nog wel eens aardig lang duren. Nu speelt in ieder geval Edward Linskens. Rechts in de verdediging neemt Jeffrey Tromayon de plaats in van de eerder teleurstellende Edwin van Ankeren. Verder is de opstelling in grote lijnen dezelfde, waarmee afgelopen dinsdag nog zo teleurstellend werd verloren van Valencia. Wel dus met Ronaldo, gesecondeerd door Luc Niels. Ronaldo, de Braziliaan die van de week wel een veelbelovende indruk achterliet. Wouters. Ronaldo. Hoekstra. Op het midden komt Wouters. Bal wordt weggehaald door Bos. En Halder. In de openingsfase houdt PSV het balbezit en daarmee druk op de tegenstander. En een goede ren van achteruit met het schot op de paal door Paalplat. 2,5 minuut zijn er pas verstreken. We kijken nog eens naar Paalplaats. Die van heel ver komt en vervolgens heel goed uithaalt op de binnenkant van de paal. Van Bos is niet afdoende. PSV kan ontsnappen. De paas van Niels richting Ronaldo. En dat is de kans en dat is de opening van Ronaldo voor het seizoen. Zo maakt hij in de 11e minuut zijn reputatie al heel snel waar. Op de lange paas, voldoende snel en voldoende doelgericht, Ronaldo. Hoe snel is Helder en hoe snel is Promayon? Laatstgenoemde maakt er in ieder geval een schop van. Dat is de eerste corner van Vitesse. Van die kant. En het is raak meteen. Gilhuis laat zien dat hij nog steeds prima koppen kan. En nu is Numan vrij in het centrum. Loert Ronaldo. Doet Numan het zelf. De bal wordt verder teruggelegd. En ingeschoten door Linskens. Het is opnieuw PSV dat de leiding neemt. Het balvlies aan de kant van Vitesse was slordig. Hoekstra bereikt dan Milan en Linskens goed inkomend onder de doelman door. 1-2. Romayon heeft vrije ruimte. Ronaldo. Niels. En de score van Niels, omdat die bal veel meer daalt dan Van der Gouw waarschijnlijk bevroeden. Ronaldo. En dan valt de bal tot bij Niels die met links uithaalt. En kijk eens naar het dalen van die bal onder de lat. En nu is Van der Weer gedaan. Met een goed schot, sterker nog. Alle pech van de wereld. Chris van der Weerde. Menzo wat ver naar de ene hoek, maar Menzo heeft het geluk dat de bal karamboleert in zijn armen terug. Miese. En de opening bij Latouhirou met de voorzet. Ten Kaat in het strafschopgebied neergelegd voordat de bal arriveerde door Promayon. En het is een strafschop. Er komt geel voor de overtreding. En de bal gaat op 11 meter. Tweede minuut, tweede helft. Hans Gilhuis. 2-3. Cocu. Goeie paas. Naar Gilhuis, die ineens schiet op de paal.
Het lijkt alsof PSV met Popescu en Menzo de situatie te licht opneemt. En dat moet je tegen Gil Huis nooit doen. Laten we Eru. Vitesse een stuk besluitvaardiger dan voor rust. Goed schot door Cocu. Lindskens kan verdelen. Ronaldo. Verwachten de tackle van der Looy. Ontweekt hij. Ronaldo. Ronaldo en Van der Looy is net op tijd terug. Goeie actie. Letterlijk over de helft van het veld. Want ingezet op eigen helft. Bos durft de overtreding niet door te zetten. Ronaldo. Dan ook om de doelman heen. Maar dan is net het eerste slachtoffer van der Looy terug. Ronaldo. Die het goed kan vinden met Niels. Niels is door. Niels is door. En Niels scoort. De 26e minuut van de tweede helft. En het blijkt dat Ronaldo niet alleen individuele capaciteit heeft, maar ook een goed koppel kan gaan vormen met Luc Niels. En nu maakt de Belg het ook af en leidt PSV weer ruimer. Lindskens meegenomen door Numan, maar net niet over de doelman heen. Arthur Numan. Op 3 voor tijd wordt Ronaldo een wissel gegund. Zijn rol was zeker voor de eerste wedstrijd in de Nederlandse competitie meer dan voldoende. En Erik Meijer mag de wedstrijd voor een goal maken. Het eindsignaal na een wedstrijd waarin Niels inderdaad in tactisch opzicht het verschil bepaalde tussen Vitesse en PSV. Want waar PSV de oplossing had voor de rol van Cocu aan de andere kant, vond Vitesse dat niet voor de rol van Niels. En de aanwezigheid van Ronaldo heeft het de eerste wedstrijd in ieder geval voor PSV betaald.